Bibliotheek Marienburg werd afgelopen zaterdagavond omgetoverd tot een fantasiewereld. Spelleiders van Spelslot laten spelers een spannend, mysterieus en soms griezelig verhaal beleven. Van een elfendruïde tot een ork. Tussen de boeken komen ze allemaal tot leven. Wij spelen het beroemde fantasy roleplaying game Dungeons & Dragons, waarin iedereen dus een held speelt en onder leiding van een spelleider een avontuur erheen gaat. Fantasy is, maakt ze leuk, is in plaats van dat wij vertrouwen op de helden zoals Thor en Loki, wat wij eerst hebben gedaan, nu ben jij de held. Jij bepaalt wat er gaat gebeuren. Alleen de dobbelstenen? Tja. We zijn momenteel Dungeons & Dragons aan het spelen, een roleplaying game voornamelijk naar voren gebracht met dice. Van ja, dice met vier kanten tot dice met 20 kanten die het grotendeel het spel bepalen. In een boek kan je lezen hoe een held zich naar voren brengt. En dat kan je hier ook doen, alleen het is hartstikke leuk als je hartstikke sterk bent en je rolt hartstikke laag. En als je een deur wilt intrappen. Dan wordt het een soort van moeilijk als je laag gaat rollen. Dan gaat die deur niet meegeven. Ja, samen met Spelslot hebben we vanuit de bibliotheek een Evening at the Library. En dan een Dungeons & Dragons editie. En er wordt op het moment volop gespeeld. Verhalen zitten natuurlijk in boeken. En vanuit de bibliotheek is dat in eerste instantie waar de meeste mensen aan denken. Maar verhalen zitten in spellen, verhalen zitten in mensen. Verhalen zitten in zoveel verschillende, komen in zoveel verschillende vormen. En vanavond dus in spelvorm. Wij zijn een roleplaying game aan het spelen. Dat is een beetje hetzelfde als Dungeons & Dragons. Er zijn er nog meer. En, mijn spelers zijn nu in een datingshow waarin ze allerlei verschrikkelijke monsters spelen en mogen daten. Ik maak een verhaal, of ik maak een outline, maar het zijn hun die het verhaal daadwerkelijk vullen. Het kan heel ingewikkeld zijn en het kan heel overweldigend zijn, maar wat wij altijd zeggen, zeker als je nieuw bent, verzin en de spelleiders geleiden jou in van, oh, je wilt dit doen? Het is zo, oké. En leggen ze je stap voor stapje uit wat je moet doen, zodat jij lekker kan zijn wie je wil zijn. Dit zijn echte verhalen die de fantasie prikkelen. En dat is zo mooi om te zien dat iedereen die hier vanavond is, je ziet ze aangaan. Ze zijn mooi aangekleed. Het is echt een hele wereld op zich. Ja, en daar kun je je in verliezen. En ja, ook verbinden. En dat is denk ik wat er vanavond heel erg gebeurt. Dat mensen elkaar vinden in de verhalen die ze samen maken. Wat mij betreft gaan we dit gewoon echt nog wel jaarlijks terug laten komen. Misschien vaker, want het is gewoon fantastisch om te doen.